Het was gênant. De aandacht voor het boek, het nieuwe boek van Henk Spaan. Ik voel me wel thuis op in zo'n ding waar de hele tijd boeken worden geplukt. Ik vind dat eigenlijk wel lekker. Dat valt mij wel. Ik gun Henk wel een bespreking in de Volkskrant of NRC. Hoe heet dat? Of bij voetbal, of bij Veronica Inside. Ja. Besprekingtje. Zou Johan het omhoog kunnen houden? Ja? Ja. Derek heeft over het liefst over zijn eigen boek, toch? Of dit? Ja, nou, daar sprak hij ook niet graag over. Spreekt hij ook niet graag. Maar hij legt het wel graag neer. Ja, dat doet de productie. Maar Michel, jij staat garant voor enorme verkopen. Heb jij nog een tip voor Henk? Hoe kan Henk, hij heeft al gezeten... Zoveel mogelijk dat boek in beeld houden. Over al je grenzen heen gaan. al je gêne achter je laten. Als jij bij dat maestro staat en ze verwachten dat je dat stokje pakt. Gewoon dat boek pakken. Hij zegt gewoon even 2/4 maten dat boek in beeld. En daarna worden ze boos op je, maar dan is het al gebeurd. Nou, dan ben je weer 20.000 exemplaren verder. Tijd voor Max belt, wat doe je? Overal heen gaan. Spijkers, ook belt, spijkers met koppen, de party, iedereen. Ben al geweest bij Spijkers. Galit en Sophie? Zelfs daar moet je naartoe gaan. Is die ook al geweest, hè? Ja. Ja, ben je ook al geweest, hè? Ja. Nou, maar stel nou, Harry Vermegen... Ook gaan. Ja? Ja, natuurlijk. En ons bellen dat we erbij zijn.